Derp, 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 derp. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video van Epic Derp Gaming. Ik ben Aisha en ik ga jullie nou laten zien hoe je een leuk survival huisje kan maken. Dus wat je nodig hebt is hout, kobbel, ruiten, oakwood planks, birch wood planks, stone slab, hekjes, normaal glas en torches en nog andere dingen. Alleen die kan ik nou nog niet pakken. Ook nog, wacht. Ik doe die torches wel even weg. Ik moet deze hebben voor de trap. Dus waarmee je mee begint is dit doen. En je kan hem op verschillende hoogtes en breedtes maken. Ik doe twee deuren hier. En dan hier nog zo een. Maar hier komt niet een deur. Dat komt pas dat deze de gang tussen de muren is. Tot aan hier. Je zal zo meteen wel zien. En dan komt hier dus een deur. En dan gaan we, ik denk, 1, 2, 3, 4, 5 ertussen doen. Wacht, moeten ze zo hoog doen. 4 hoog moeten die dingen. Dus hier zit ook 5 tussen. Zo, en dan moeten we wat verder gaan, hier of zo. En dan moeten we hier. Dan hebben we dat al gedaan. Dan gaan we eventjes het steen doen. Bij de muren moet cobblestone moet onderaan naar één keertje. En kijk, dan is dit de vorm dus. Nou snap je het wel. En dan doen we tot hier doen we hout. Twee verdiepingen komen. Of de begaande grond en dan nog een verdieping erbij. Dan doe je weer met het hout. Dan doe je het zo. Op zijn zij. En hier moet ook nog hout. Dan komt hier dus de deur. Maar dat gaan we dus zo meteen nog doen. Dan doen we even de vloer. En natuurlijk mag je hier ook nog een vloer doen. En dan bloemetjes. Ga ik misschien zo meteen ook nog gaan doen. We gaan alvast de vloer van de eerste verdieping doen. Dus hier zit. Doen we het ook. Nee, wacht. Dat doen we niet 4 hoog. We doen juist 3 hoog. En hier niet. Hier moet het niet. En oh ja. Hier zit komen dus balkonnen. Maar dit ziet er een beetje raar uit, vind ik. Dus ik laat dat gewoon doorlijnen hier. Zo. Dus moet je dus even aan de andere kant ook doen. Even timeset 0. Zo. Dan moet hier nog 3. En hier 3. En dan doe je gewoon hetzelfde. Dan hier ga je dit maken zo.
En het maakt niet uit of je het open houdt of dat je de deur in wil. Als je de deur in wil, dan kan je altijd nog dit doen, dat je twee deuren hebt of dit. Want je één deur hebt of deze. Maar ik ga er toch voor om het open te laten. Zo. Dan maak je de rest hier zo, maak je gewoon met dit hout gewoon dicht. En dat hout hoeft, dit hout hoeft niet meer bovenop. Dus dan hebben we dit dus gedaan. Dan ziet het huis er dus nou zo uit. Zonder dak. Ziet er ook een beetje heel raar uit zonder ramen, behalve deze dan. En dan beginnen we gewoon met het dak. Heel makkelijk. Je kan zelf ook wel een dak verzinnen. Ik doe zo'n dak. Gewoon door om me heen gaan de hele tijd. En we zijn klaar met het dak. Daar ben ik blij mee. En nu hebben we een hekje nodig. En dan doen we dit. Zo. Ik had trouwens graag gewild dat ik dit op het terras gewoon een andere vloer kan geven. Alleen dat ziet dan hieronder, ziet dat er niet uit. Dus daarom. Jij kan het zelf wel doen, alleen ik vind het niet mooi. Dus dan gaan we eventjes ramen maken. Zo, dan hebben we dat gedaan. Dan moeten we alleen nog haar eventjes de trap maken. Om de deur. En hoe zullen we de trap doen? Waar zullen we de trap doen? Ik dacht eraan om hier te doen. Zo. Zo. En dan hier zo. Hoe doe ik dat? Deze zo. Zo. Dat. Oké, ik denk dat ik er nog wel eventjes eentje deze kant op moet doen. En zo. En dan deze even hierin. Zo. En dan moet ik hier nog eentje zo doen. Ja, zo ziet hij er wel mooi uit. Dan wil ik nog, of zal ik dat niet doen? Zal ik hier zo'n hekjes plaatsen? Ik kan het doen. Ja, ik doe het. Dus dan hebben we dit huis. Helemaal klaar. Wacht, ik doe hier het wel zo. Zo de pad. Zo de pad. Zo het pad. Of het pad zo. Ik heb geen idee. Heb ik niet. En zo, dan heb je het huis. Maar ik ga dus nou eventjes de binnenkant doen. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Hallo mensen, ik ben weer terug. En ik heb allemaal meubels erin geplaatst. En ik vond het best wel goed gelukt. Dus ik laat jullie eventjes zien. Hier zit dus een mooie rode tapijt van de nieuwe update. Hier zit dus flatscreen tv, hele slechte, maar het was een leuk idee dat ik op YouTube zag. Dit is een bank met nog zo'n kant waarop je kan liggen. Hier zit dus mijn computer, of mijn laptop eigenlijk, waar ik nou ook achter speel. Het is een e-machines.
En dan zit ik hier zo. Ik zit niet hier, dit is niet echt hoor. Ik zit niet achter zo'n bureau met zo'n stoel en dat, mijn computer staat eigenlijk gewoon tegen de muur aan. En hier is de keuken. Dit is een aanrecht, een snijplank en nog iets als een oven of zoiets. En een koelkast en een prullenbak. Hier zit dus een eettafel. Best wel groot vergeleken met alle andere dingen. Maar ja. Het allemaal, ja, koffie. Ruikt het. Koffie. Eigenlijk is het modder, maar. En dan is hier zo. Het is mijn slaapkamer. Hier zit zijn een paar chesten. Zit niks in. Ik ken die boemetjes geplaatst. Hier is dus een onopgemaakt bed. Ik maak mijn bed nooit op. Ik vond het best wel goed gelukt. Kijk dit. Zo. En met nog een paar dingen. En nog tapijt. En dan kan ik hier zo naar buiten kijken. En hier ook nog dan. En natuurlijk, ik heb weer vleermuizen. Niet leuk. En ja. Maar dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En abonneer en like. En dan was dit het.